Hartelijk welkom mensen weer bij de zevende presentatie alweer van de Liefde van Zijn Boodschap. We willen het vandaag hebben over de toets van het discipelschap. Een heel mooi onderwerp. Want wij willen toch allemaal graag discipelen van onze geliefde Heer Jezus Christus zijn. En voordat we Gods woord gaan openen, willen we eerst graag bidden om een verlichting van de Heilige Geest. Mijn vraag aan u is, ook thuis, wilt u samen met mij meebidden, opdat we meer inzicht in Gods woord kunnen en mogen krijgen. Laten we samen bidden. Goede getrouwe God en Vader, dank u wel dat u ons weer hebt geroepen om uw woord te onderzoeken. We bidden van u, lieve Vader in hemel, of u bij ons wilt zijn. Kom met grote kracht over ons. U moet het willen en werken in ons verrichten. Ook in mij. Uit mezelf kan ik ook niets. U bent degene die het willen en werken doet verrichten. Ook bij de mensen thuis, dat ze het horen, dat uw Heilige Geest diep in hun hart mag komen. Lieve heren, dit bidden wij. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade en uw liefde en uw trouw. En om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Discipelschap. Wat zegt de Bijbel over dat discipelschap? Wat is die toets? Waar kunnen wij aan zien dat we discipelen van onze geliefde Heer Jezus Christus zijn? Wanneer zal het nieuwe leven voor een bekeerde beginnen? Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. In Christus, wij moeten in Christus zijn. Zo is dan wie in Christus is, dus als wij in Christus zijn, Christus in ons is, zijn we een nieuwe schepping. Veranderen we naar onze geliefde Heere God, zijn beeld. Het is heel belangrijk, dan is het oude weg, dan zijn we bekeerd en worden we veranderd door onze geliefde Heer Jezus. Op welk moment kunnen wij zien of weten wanneer wij bekeerd zijn? Iemand is misschien niet in staat om de juiste tijd of plaats van zijn bekering aan te geven. Of alle omstandigheden waaronder het bekeringsproces zich afspeelt helemaal na te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet bekeerd is. En dat is me goed ook, dat we dat soms niet altijd weten. Vaak zijn we eens ergens geweest en wat gebeurt er namelijk als wij ergens geweest zijn en dan zeggen, ja, maar die heeft mij bekeerd. Dan gaan we roemen in mensen. En dat mag absoluut niet, want het is altijd nog onze geliefde Heer Jezus Christus die in ons hart komt. Die ons bekeert, die ons aanneemt. Dus laten we dat goed vooropstellen. Het is niet zo belangrijk dat we weten wanneer exact, maar dat we maar weten dat de Heer Jezus ons hart heeft geraakt en dat we naar hem toe willen groeien. Dat is veel belangrijker, lieve mensen. Wat waren de woorden van Jezus tegen Nicodemus? De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Dat is een prachtige mooie vergelijking, gebruikt de Heer Jezus hier, want inderdaad, zo is het ook met de wind. Die wind kun je niet pakken. U kunt geen wind pakken. We zien wel de gevolgen vaak van de wind. Ook ernstige gevallen, ook mooie dingen. Als we zomers de wind voelen, dan zijn we blij dat we die wind hebben. Als iemand op een bootje zit en wordt het bootje voortgedreven door de wind. Allemaal prachtig mooi. Hele mooie vergelijking is dat. En zo is het eigenlijk bij die geest, goddelijke geest ook. Die komt in ons hart. Niemand ziet dat eigenlijk. Je kunt dat niet pakken. Maar het is er wel. Maar waaraan kunnen we dan toch zien dat we wedergeboren christenen zijn geworden? Ja, er moet toch iets gebeuren. We zijn wedergeboren. En waaraan kunnen we dat precies zien? In ons karakter, in onze gewoonten, in wat we nastreven zal verandering zichtbaar zijn. Er zal een duidelijk en onbetwistbaar contrast zijn tussen wat geweest is en wat is. Dat is mooi. Er is dus een verandering in uw leven. Gebeurt, heeft plaatsgevonden. En daaraan kunnen we dat dan zien. Dus dat de geest Gods in u woont, is te zien doordat u veranderd bent. Maar er is nog iets bijzonders bij. Het karakter wordt niet geopenbaard in goede daden of wandaden die af en toe verricht worden, maar in een tendens die blijkt uit onze woorden en daden van elke dag. U ziet hier ook een paar plaatjes. Elke dag zijn we met het woord bezig. We zijn bekleed met dat witte kleed van gerechtigheid van Jezus.
We spreken, waar we ook maar zijn, over die grote liefde van de Heer. Dat is een tendens van elke dag. Ik kan u vertellen, toen ik net die bekering, die intense bekering, verandering meegemaakt had of heb, gebeurde er iets geweldigs. Ik kon me niet meer stilhouden over die grote liefde van de Heer Jezus, over dat verlossingsplan, dat ik dat begon te begrijpen, wat Jezus in mijn hart had gedaan. Ik sprak er elke dag over. Dat is een bekering. Zo kunnen mensen dat ook aan ons zien, dat we veranderd zijn naar het beeld van Christus, doordat we over hem spreken. Maar er zijn toch ook mensen die heel goed leven. Daar heb ik onder gezet, dit hoeven niet direct christenen te zijn. Inderdaad, het is waar dat er sprake kan zijn van een uiterlijk correct gedrag, zonder de vernieuwende kracht van Christus. Het verlangen naar invloed en de wens om door anderen gewaardeerd te worden, kan leiden tot een goed geordend leven, lieve mensen. Gevoel voor eigenwaarde kan ons ertoe brengen om de kwade schijn te vermijden. Een egoïstisch hart kan edelmoedige daden verrichten. Ja, dan zegt u misschien van, ja, hoe dan? Hoe kan dat dan? Laat ik eens een voorbeeld noemen. Mensen staan in de winkel. En mensen doen allemaal aardig in de winkel. Er zijn ook absoluut hele aardige mensen, ook christenen in de winkel. Maar daar ligt ook een verplichting op. Een verplichting om aardig te zijn, want anders komen er geen klanten weer in die winkel. Dat begrijpt u. Dus er is natuurlijk ook een schijnvriendelijkheid. Schijnvriendelijkheid in die zin van dat dat niet uit Christus gebeurt, maar uit onszelf. Vriendelijkheid, liefde, die we menen van onszelf te bezitten. Dus dat is een soort uiterlijk gedrag. En dat is niet wat we hier bedoelen. Als wij spreken over liefde, karaktervorming, uiterlijk gedrag, dan spreken we over de liefde die wij in ons hart hebben van onze geliefde Heer Jezus Christus en die wij ook uitstralen naar andere mensen. Hoe kunnen we dan vaststellen aan welke kant we staan? De vraag zou gesteld moeten worden, wie bezit ons hart? Bij wie zijn onze gedachten? Over wie spreken we graag? Als u voor uzelf wilt constateren, ja, hoe intens leef ik nu met Christus? Zou u deze vragen eens kunnen stellen aan uzelf? Wie bezit mijn hart? Van wie hou ik het meest? Bij wie zijn mijn gedachten? Over wie spreek ik graag? Over de Heer Jezus. Als we van Jezus Christus zijn, onze geliefde Heer, zijn onze gedachten bij Hem. En is Hij onderwerp van onze diepste gedachten. Alles wat we hebben en wat we zijn, is aan Hem gewijd. We verlangen ernaar zijn beeld te dragen, zijn geest te ademen, zijn wil te volgen en Hem in alles tot vreugde te zijn. Nu zullen misschien zeggen, daar wordt nogal wat gevraagd. Nou, ik kan u vertellen, dat gebeurt. Als u van Jezus houdt, intens van Jezus houdt, en die zit in uw hart, Christus in u, zoals we zo pas hebben gelezen, dan wilt u alles voor uw geliefde Heer Jezus doen. Dan wilt u zijn beeld gelijkvormig worden, door aanschouwen veranderd worden. En alles aan hem wijden. Ook andere kinderen, die Gods kinderen, die waar ook maar zijn, vertellen over zijn grote liefde die Jezus in uw hart heeft gelegd. Dus dat is het van Christus zijn en Christus in u hebben. En die vragen die helpen u ook een beetje op weg om te kijken, hoe staat u nou tegenover onze geliefde Heer Jezus Christus? En het, hoe is het geloof in u als mens zijn? Als we een nieuw schepsel zijn geworden in Christus, welke geestelijke vruchten zullen we dan voortbrengen? Maar de vruchten van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanigen is de wet niet. Galaten 5 vers 22. En dat vooral die laatste regel mag duidelijk zijn dat die wet wel belangrijk is. Dus als wij die liefde, die blijdschap en die vrede hebben, dan is de wet niet tegen ons. Hij gaat niet langer te werk na zijn vroegere impulsen, maar door het geloof in de Zoon van God zal hij zijn voetstappen volgen, zijn karakter weerspiegelen en zichzelf reinigen, zoals hij rein is, onze geliefde Heer Jezus. Van de dingen die hij eens verafschuwde, houdt hij nu. En hij haat nu de dingen waarvan hij eerst hield. Lieve mensen, dat is heel bijzonder. Dat heb ik ook beleefd. De dingen die ik eerst allemaal
hebbelijkheden die ik wou hebben, dat hoeft ineens niet meer. Ik vind het veel mooier en geweldiger om de Heer Jezus te leren kennen. En over zijn liefde te spreken. Dus het is een volledige omslag. Komt in ons mensen tot stand. En ik kan u vertellen, dat is iets geweldigs wat u daarmee overkomt. In Galaten 5 brief, leest u die nog eens door. Daar kunt u zich ook een beetje aan toetsen. Heb ik die punten? Waar zit mijn moeilijke punt nog? Dan wil ik de Heer Jezus vragen of u mij daar extra bij helpen wil. In gebed. En dat doet u. Dat kan ik u beloven. Wat zal er in een wedergeboren christen herkend worden? Het liefdelijke karakter van Christus zal in zijn volgelingen worden herkend. Het was voor hem een vreugde om Gods wil te doen. Liefde voor God en ijver voor zijn heerlijkheid was de overheersende kracht in het leven van de zaligmaker. Liefde sierde en veredelde al zijn handelingen. Liefde is van God. Het hart dat niet toegewijd is, kan hiervan niet de bron zijn en kan het niet voortbrengen. Dit is alleen te vinden in het hart waarin Jezus regeert. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Als u daarover na gaat denken, wat Johannes hier schrijft. Wij mensen hebben anderen lief, omdat de Heer Jezus ons eerst heeft lief gehad. En dat klopt. Wij zien die grote liefde van Christus, dat Hij ons heeft lief gehad. En daardoor, door dat aanschouwen, worden wij veranderd. En door dat aanschouwen veranderd te worden, gaan wij anderen ook lief hebben. Want we willen in dat voetspoor van onze geliefde Heer Jezus treden. We willen dat liefdelijke karakter van onze Heer Jezus ook hebben en bezitten. Christus in ons, zijn gerechtigheid in ons. Voor welke twee dwalingen moeten christenen zich hoeden? De eerste dwaling is het zien op eigen werken. En het vertrouwen dat zij zelf iets kunnen doen om in harmonie te zijn met God. Lieve mensen, het is een grote dwaling. Want wie probeert heilig te worden door de wet te houden in eigen kracht, let op, in eigen kracht, probeert het onmogelijke. Alles wat de mens zonder Christus kan doen, is besmeurd met zelfzucht en zonde. Alleen de genade van Christus kan ons door geloof heiligen. Dat is belangrijk, wat we nu lezen. Niet in eigen werken. Wij kunnen zelf niets. Alleen Christus kan het willen en werken in ons verrichten. En alleen door die genade van Christus kunnen wij een geheiligd leven leiden. Dus denk nu niet voor uzelf, dat doe ik wel even, want dat kunt u niet. Dat kunnen wij niet. In eigen kracht de wet houden lukt ons ook niet. Wel moeten we de wet houden, maar niet in eigen kracht. Moet door Christus gebeuren. Dus de eerste dwaling is geen werken. Werken kunnen we niet zalig door worden. De tweede dwaling, die zeker niet minder gevaarlijk is, dat het geloof in Christus de mens ontslaat van de verplichting om de wet te houden. En dit is een wereldverspreide dwaling. We zijn vrij van de wet. Het is allemaal genade. Lieve mensen, dat is niet zo. En ik zal u ook uitleggen waarom. Waarom is dat niet zo? Laat mij het voorbeeld nemen vanuit deze wereld. Elk bestuur heeft regels, heeft wetten, ook hier in dit leven. En laten we de verkeersregels, de verkeerswetten maar eens als voorbeeld nemen. Stelt u zich eens voor dat we geen verkeersregels hadden. Nou, dan weet u direct al, dat gaat niet goed, inderdaad. Maar ik wil daar wat dieper op ingaan. Die verkeersregels zijn er voor ons mensen. Waarom? Om veilig van A naar B te gaan. En u zult ontzettend blij zijn dat die regels daar zijn. Daar bent u blij om. Want u kunt veilig van A naar B reizen, omdat die verkeersregels, die wet, de verkeerswet er is. En er zijn ook sommige mensen die zijn er niet blij mee. Welke mensen zijn dat? Het zijn altijd die mensen die te hard rijden, die 1, 2, 3 bekeuringen in een maand hebben. Of misschien wel 10 of 20 in een jaar. Onvoorstelbaar, stel ik mij voor. Maar die zijn niet blij met die wet. Die zijn ook niet blij met die flitspalen. Maar stelt u voor dat die wet er niet was. Dan was u niet vrij op een weg. Dan was u niet vrij om te doen en laten op die weg. Omdat anderen
wegpiraten, zoals ik ze dan maar even noem, die weg onveilig maken. Dus die wet is nodig in het bestuur van een gemeente, in het bestuur van, zoals we al hebben gezegd, op de weg. En dat noemen we dan een verkeerswet, verkeersreglementen. En God heeft ook een bestuur. En God heeft ook een wet. En die moeten wij trachten te houden. Maar niet uit eigen krachten, dat hebben we net geleerd. Uit eigen kracht kunnen we dat namelijk niet. Maar met samen met Christus, dan lukt ons alles. Door aanschouwen worden we veranderd. En we hebben toch geleerd, we hebben Christus in ons. We hebben een vernieuwd hart gekregen van hem. Dus die wet is wel degelijk belangrijk. En laat u vooral niet door deze dwaling misleiden. Want dan zit u onherroepelijk op een verkeerd spoor. En laten we daar toch eens naar kijken met z'n allen. Hoe nou is de wet met Gods liefde verbonden? In de wet van God wordt het wezen van God uitgedrukt. Het fundamentele van de liefde krijgt in de wet gestalte. Als ons hart is vernieuwd naar het beeld van God en als de goddelijke liefde in ons is ingeplant, wordt de belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid. Daarom is de wet de basis van Gods regering in de hemel en op aarde. Die wet is de basis van Gods regering in de hemel, dus voor eeuwig. En op aarde, dus voor eeuwig. En het is in de hemel al begonnen. Dat engelen wouden Gods wet niet houden. Die wouden onder dat bestuur van onze geliefde God de Vader vandaan. En dat is hier op aarde wordt dat bijna doorgezet. Satan zet mensen aan om juist Gods wet niet te houden. En dan zult u zien, dan gaat het ook onherroepelijk verkeerd. Belangrijk om dit te weten, lieve mensen. De goddelijke liefde van God, die kunnen we vinden ook juist in Gods wet van de 10 geboden, die op de Sinaï, Exodus 20, is gegeven. Wat is het ware teken van discipelschap? Als de wet van God in het hart geschreven staat bij ons mensen, zal deze vorm gaan geven in ons leven. Gehoorzaamheid, dienst en toewijding in liefde. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. En er staat nog een mooie regel in Johannes. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Ziet u vooral die laatste? Als u zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, dan bent u een leugenaar. En in die is de waarheid niet. En zo ook, dat wij zijn geboden bewaren. En dat is dus doen. En zijn geboden zijn niet zwaar. De Heere God legt het zo duidelijk uit in Gods woord, dat we met Gods wet te maken hebben. En dat we, houden we van de Heer Jezus, dan willen we ook zijn geboden naleven. En als mensen zeggen, dat is wet iets, dat hoort niet zo, dan kunt u gewoon zeggen, en die is de waarheid niet. Het is een leugen. Hij is een leugenaar, zegt de Bijbel. Dat zegt u dan niet, dat zegt de Bijbel. Ontslaat het geloof de mens van zijn verantwoordelijkheid? Zeker niet. Juist door het geloof krijgen we deel aan Christus' genade, die ons in staat stelt om gehoorzaam te zijn en ook de wet te houden. Wij verdienen de zaligheid niet door gehoorzaamheid. De zaligheid is een geschenk van God, lieve mensen, dat door het geloof ontvangen wordt. En de derde, maar gehoorzaamheid is de vrucht van het geloof. Wat kunnen we hierdoor deze drie regels vaststellen? Juist door het geloof kregen wij deel aan Christus' genade. En door gehoorzaamheid verdienen wij die zaligheid niet. Die genade ook niet. Dat is een geschenk van God. Maar door gehoorzaamheid is wel de vrucht van het geloof. Ziet u die volgorde? Wij worden niet gered door werken. Dat lukt niet. Wij moeten wel gehoorzaam zijn aan God. Door ook te laten zien. Werken zoals je mag noemen, dat we God gehoorzaam zijn. En dat zien we door de vruchten die we tentoonspreiden. Maar het is nog altijd God de Vader die het geschenk geeft om ons te redden door zijn genade. Maar dan moeten we wel op hem lijken en moeten we ook die vruchten dragen en ook gehoorzaam zijn. Dat blijft allemaal staan. Wat is de ware toetssteen van het discipelschap? En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonden zou wegnemen. En in hem is geen zonde. En ieder die in hem blijft,
zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Daar staat een blok in het rood, zoals je ziet. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. Nou, dan zullen hele mensen zeggen, ja, maar wij kunnen niet zonder zonde leven. Nee, wij blijven zondaren. Dat blijft overeind staan. Want we hebben altijd gezondigd. Maar wij kunnen ook samen met Christus die zonde overwinnen. En dat wat u hier bedoelt. En ieder die in de Heere blijft, zondigt niet. Als u intens van Christus houdt en in hem blijft. Zoals Henoch bijvoorbeeld. Dan kunt u niet meer zondigen. Dan zijn uw gedachten bij onze geliefde Heer Jezus. En dan kunt u een geheiligd leven leiden. En inderdaad, zullen we soms weer vallen, maar dan blijkt dat Christus niet meer in ons is. Dan zijn we misschien met wereldse dingen bezig. En dat is wat wij moeten leren verstaan. Zolang Christus in ons is, hoeven wij niet te zondigen. Zelfs in gedachten niet. Want Christus beheerst toch onze gedachten? En om zo te willen leven, dat is een prachtig mooi leven. Want dan zien we, dan gaan we ook lijken op onze geliefde Heer Jezus Christus. Wat is de norm voor een rechtvaardig leven? Als we in Christus blijven, waar we het telkens over hebben, die is in ons. Als de liefde van God in ons woont, zijn onze gevoelens, onze gedachten en daden in overeenstemming met de wil van God. Zoals we die vinden in de voorschriften van zijn heilige wet. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. De norm van Gods heilige wet, zoals die vorm gekregen heeft in de 10 voorschriften van de Sinaï, bepaalt wat rechtvaardig is. Johannes wist dat, ook in zijn tijd. Die misleidingen om maar niet die wet te houden, was er toen ook al. En om niet in Christus te blijven. Maar als u in Christus blijft, dan kunt u zijn heilige wet houden. Dan is die norm, is Gods wet. De 10 geboden van de Sinaï. Die persoonlijk door de Heer Jezus, door God, met zijn eigen vingers zijn geschreven. Die persoonlijk gesproken zijn. Het enige moment dat God de Vader gesproken heeft in die tijd, was op de berg Sinaï. Zo belangrijk is Gods onveranderlijke wet. Hij is heilig. Dus daar kunnen wij mensen niet onderuit. En dat willen we ook niet, want dat geeft vrijheid, zoals je weet. Vrijheid om te mogen leven. Wat is dan een aanmatigend geloof? Want dat is er ook. Dat zogenaamde geloof in Christus, dat voorgeeft de mens te verlossen van de plicht tot gehoorzaamheid aan God. Is geen geloof, lieve mensen, maar aanmatiging. Wij moeten gehoorzaam zijn. Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Als u niet gehoorzaam bent, als u niet doet wat Christus van u en van mij verlangt, dan hebt u een dood geloof. Allemaal mensen gaan naar de kerk en zeggen, ik geloof dat Christus bestaat en dat de Heere God bestaat en dat de Heer Jezus hier op aarde gekomen is. Maar als het daarbij blijft, hebt u een dood geloof. Dat gaat niet met werken gepaard. Nou, als je heel op mensen zegt, ja, maar ik word toch niet gered door werken? Nee, dat klopt. U wordt niet gered door werken. Door genade wordt u gered. Dat is een... Die zaligheid wordt verkregen om niet, zo staat in de Bijbel. Maar wij moeten wel ons gedragen naar wat God van ons verlangt. En we kunnen wel liefdevol naar andere mensen zijn. En die liefde komt dan uit ons vandaan. En dan willen we graag die werken doen die Jezus ook deed. Een ander helpen. Met iemand anders bemoeien. In positieve zin om hem te dragen door moeilijkheden heen bijvoorbeeld. Dat zijn werken. En als u die niet hebt, dan hebt u inderdaad een dood geloof. Zoals Jacobus zo mooi heeft gezegd in Jacobus 2 vers 17. Wat zei Jezus zelf over het houden van Gods geboden? Hield de Heer Jezus, moeten ze zich afvragen, hield de Heer Jezus de geboden ook? Voordat hij naar deze aarde kwam. Ik heb lust uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Psalm 40 vers 9. En vlak voordat hij naar de hemel opsteeg, vanaf deze aarde. Indien gij, lieve mensen, mijn geboden bewaart en doet, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijns vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Dat is het. Als u Gods geboden bewaart en doet en die uitleeft in uw hart hebt, dan hebt u Christus in uw hart.
dan ziet u, dan hebt u Jezus in uw hart, omdat hij zelf ook Gods geboden hield. En u kunt niet alleen Christus in uw hart hebben en de geboden niet. Of alleen de geboden in uw hart hebben en Christus niet. Want dat was ook bij de Farizeeën en schriftleerden zo. Die hadden, wat hadden die? Alleen de wet van God in hun hart, maar Christus niet. En hoeveel gebeurt het nu niet dat ze alleen Christus in hun hart hebben en de geboden niet? Die twee, Christus in de wet, hebben we ook gelezen, zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Lieve mens, dat kan ook niet anders, omdat dat karakter van God weerspiegeld wordt in Gods wet. Waarom moeten wij ons voortdurend onderwerpen aan Gods wil? Zolang wij dat doen, zal hij het willen en werken volbrengen naar zijn welbehagen. U kunt dus zeggen, en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uws vaders die in u spreekt. Alles verandert. Dat vleeselijke, dat gaat allemaal weg. En die liefde van Christus, die komt in uw hart. Die liefde die u zelf niet in u hebt, die komt in u. En dan is niet degene die spreekt, dat bent u niet meer, maar dat is Gods geest. Het vleeselijke verdwijnt en de liefde van God komt in u. En Jezus zegt wat u wel en wat u niet moet doen en wat u wel en wat u niet moet zeggen. Dan bent u een kind van de Heer Jezus en daar wordt u ook heel gelukkig door. Wie is onze enige hoop? We hebben dus vanuit onszelf geen enkele reden te roemen. We hebben geen aanleiding onszelf te verheffen. Onze enige reden tot hoop is de gerechtigheid die Christus ons heeft toegerekend. En datgene dat door zijn geest in en door ons gedaan wordt, weer de toegerekende gerechtigheid, dat door Christus in ons bewerkstelligd wordt, in en door ons, lieve mens. Dus onze enige hoop is onze geliefde Heer Jezus, die het willen en werken door ons mensen wil volbrengen. Is er ook een onderscheid in geloof welke we in gedachten moeten houden? Nou, die is er zeker. Er is een soort geloof dat in geen enkel opzicht met echt geloof te maken heeft. Het bestaan van God en zijn macht, het feit dat zijn woord waarheid is, zijn dingen die zelfs Satan en zijn aanhangers in hun hart niet kunnen ontkennen. De Bijbel zegt over dit geloof. Gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel. Dat klopt, God is de enige God. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Kijk, het is niet genoeg om te geloven dat God bestaat en dat Jezus naar deze aarde is gekomen. Dat weten de duivel ook en zijn aanhangers weten dat ook hoor. U moet intens dat geloof van Jezus hebben, van hem hebben. Niet alleen in hem geloven, weet u nog, maar dat is het geloof van hem in uw hart hebben. Dat uw gedachten bij hem zijn, dat u veranderd bent naar zijn beeld. Dat u zijn liefde in u hebt. Dat is het. Wat moet er dus samen gaan met geloof? Onderwerping aan zijn wil. Want als het hart aan hem is overgegeven, de genegenheid op hem gericht is, is er sprake van geloof. Geloof dat door liefde werkt en de ziel reinigt. Door dit geloof wordt het hart vernieuwd naar het beeld van God. En het hart dat in zijn onvernieuwde toestand niet aan de wet van God onderworpen was, niet onderworpen kon zijn, schept nu behagen in de heilige voorschriften. Nou, u ziet het plaatje weer. Daar staan wij mensen voor Gods wet. Voor onze geliefde Heer Jezus Christus. Heilige engelen begeleiden ons erin. Wij willen graag Gods heilige wet, zijn voorschriften, naleven als discipelen van onze geliefde Heer Jezus Christus. Dat is wat God van ons verlangt. Dat is onderwerping aan zijn wil. Dat is het samengaan in het geloof. Dat moet samengaan in het geloof. Willen wij Christus volgen. Gehoorzaamheid hoort erbij. Een gereinigd leven willen leiden. Hoe hebben de psalmdichters en Paulus de wet van God ervaren? Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Overdenking staat in de NBG zoals u leest.
Maar betrachting is veel beter, want dat doen we. We trachten er alles aan te doen om ernaar te leven. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, ziet u weer? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als we dit lezen, als we dit gaan verstaan en we willen Gods wet graag willen houden, net zoals de psalmdichters, net zoals Paulus, net zoals onze geliefde Heer Jezus dat van de wet zegt, dan worden we discipelen van de Heer Jezus. Dan zien we ook dat we steeds meer op onze geliefde Heer Jezus gaan lijken. Als u nu beseft dat u nog niet voldoet aan dit karakter, het karakter van de Heer Jezus, de wet van God, wat dan? Ga niet weg in wanhoop. Wij zullen ons vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus, aan het kruis, vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar we behoeven niet de moed te verliezen. Zelfs als wij door de vijand worden overwonnen, de Satan dus, worden wij niet door God verworpen en laat hij ons niet in de steek. Nee, Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons. Wat nooit wanhopig, lieve mensen. Denk niet, oh, dit lukt mij nooit je wet houden. Ik heb ook wel eens gedacht, jongen, daar wordt nog wat gevraagd. En, kan ik dat wel? Er is zoveel slechts in mij. Ik ben toch een zondig mens? Dat klopt allemaal. Maar ga niet weg, ga naar de Heer Jezus. Ga in uw binnenkamer en leg het open neer voor het kruis bij de Heer Jezus. Zeg, lieve Heer Jezus, het is me vandaag weer niet gelukt. Help me alsjeblieft mij. En dan zult u zien dat de Heer Jezus u elke dag weer een stukje verder helpt. Niet alles in één keer. Kan ook niet, hoeft ook niet. Maar blijf bidden, blijf naar de Heer Jezus toe gaan. Want er is nog iets geweldigs. Hoe duidelijk geeft de Bijbel aan dat Christus voor ons pleit bij onze Vader? Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Is dat nu niet geweldig? Dat wij mogen weten dat Jezus altijd voor ons bemiddelt. Daar noemen we hem ook middelaar. Hij is de middelaar tussen God, de Vader en ons mensen in. Dus wij mogen altijd weer bij de Heer Jezus aankomen, zoals ik zo pas ook al zei. En wat zei Jezus persoonlijk tot ons? Een geweldige bemoediging. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij hebt lief gehad en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig dat de Heer Jezus u persoonlijk lief heeft? En dat de Vader in de hemel zelfs u persoonlijk lief heeft? Nou, dan kunnen we toch niet anders dan blijdschap tonen en dan kunnen we toch niet anders dan zijn willen doen en gehoorzaam willen zijn. Maar er staat ook nog iets heel belangrijks in die regel. Laten we nog even teruggaan. Want er staat op het eind dat ik van God ben uitgegaan. Dat is zo belangrijk, lieve mensen, dat we wel aannemen dat God en Jezus Christus, God de Vader en God de Zoon hier naar deze aarde is gekomen. En zoals u weet, heb ik u vaker verteld, pas op. De goddelijkheid van de Heer Jezus is vaak ook uit de NBG-vertaling weggehaald. Ik heb er 5 presentaties, meerdere presentaties over gemaakt, om dat te laten zien hoe men de godheid van de Heer Jezus niet meer wil aannemen. Maar als dat niet meer gebeurt, dan weet u, dan hebben we met z'n allen een absoluut probleem. Weet dat u dat in ogenschouw moet nemen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, zijn deze 3 eenheid zijn 1. Wat zien we als we ons eigen ik afsterven? Hoe minder wij in en van onszelf ontdekken dat de moeite waard is. Hoe meer waardevolle dingen wij zullen ontdekken in de oneindige reinheid en beminnelijkheid van de Zaligmaker. Hoe meer ons gevoel van afhankelijkheid ons naar Hem en het woord van God toe drijft, des te verhevener is onze blik op zijn karakter. En des te meer zullen wij zijn beeld weerspiegelen. Kijk, dat karakter van Jezus willen we hebben. En we willen dat beeld van onze geliefde Heer Jezus weerspiegelen. En dat eigen ik moet in ons mensen afsterven. Dat is wat God de Vader en zijn Zoon in ons willen bewerkstelligen. En daar heeft u uw wil
uw toestemming, om het zomaar uit te drukken, voor nodig. En wij hoeven alleen maar gehoorzaam daarin te zijn. Wilt u ook het karakter van Jezus Christus bezitten? Lieve mensen, dat kan. Dat kan. En dan nogmaals, niet van een op andere dag, maar elke dag een stukje. En dat intense contact wat u met de Heer Jezus mag hebben, wat ik ook mag hebben. Intens contact, samen alleen met hem daarvoor te bidden. Ook gezamenlijk daarvoor te bidden, in het gezin of waar u ook maar bent. Dan wordt u zo blij van binnen. Dan ziet u dat u ook een ander mens wordt. Anders reageert op mensen. Liefdevol naar mensen reageert. Terwijl u anders mensen die u haten, op wat voor manier dan ook maar. Of omdat u de waarheid in liefde wilt vertellen aan hen. Of omdat u ze wilt helpen. Ook te letten op hun eigen karakter. Op wat voor manier dan ook maar. Lieve mensen, Christus is bij u. En als u faalt, als u weer faalt, wat lezen we dan met z'n allen? Dan hebt u ook een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, onze middelaar. Is dat niet geweldig? Inderdaad, want wij kunnen het niet. Wij kunnen zelf niet staande blijven. Wij kunnen niet uit eigen kracht die wet houden. En toch kunnen we samen met Jezus die wet houden. Omdat wij een middelaar hebben. Vallen we? Hij helpt ons weer. Lieve mensen, als we dat in ons hart dragen, dan kunnen we echte discipelen van Jezus Christus zijn. Dan wordt het leven anders, dan zien de mensen het om u heen dat u een discipel van hem bent. En dat is hoe onze geliefde Heere God de Vader in Jezus Christus, zijn Zoon, ons graag wilt zien. En daar stelt hij de Heilige Geest voor ons tot beschikbaar. Daarom laten we daar ook samen voor bidden en voor danken, dat als we dit mogen begrijpen, dat we er ook kunnen en mogen naar leven. En de Heer Jezus zal u daar absoluut bij helpen. Dat hebben we gelezen. Ik vraag u daarom ook samen met mij te bidden. Zullen we samen bidden? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zoveel inzicht in uw woord mogen krijgen. Dat u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. Dat we kracht mogen putten uit het woord. Want we willen graag, heel graag, discipelen van u zijn. En soms weten we niet wat we wel of niet moeten doen. Maar u hebt ons nu uitgelegd dat u een wet hebt om ons daaraan te spiegelen. En dat we onze geliefde Heer Jezus, als uw Zoon, lieve Vader in de hemel, hier op deze aarde hebben kunnen zien werken. En van hem hebben kunnen leren. En dat we hem in ons hart mee mogen dragen, samen met de wet. En dat we dan ook mogen leven als discipelen van u. Wilt u ons kracht geven, inzicht geven, door middel van uw Heilige Geest. Dat we zo met al onze fouten en gebreken, die we ook nog hebben, bij u kunnen komen. Om ze te laten wassen. Als witte wol te laten wassen. En dank u wel dat u dat hebt beloofd voor ons. Dit leggen we daarom ook allemaal voor en hier. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade. Uw liefde en uw trouw en om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naams wil. Amen. Lieve mensen, waar gaan we het de volgende keer weer over hebben? Groeien in Christus. Discipelschap. En dan komt het groeien ook nog eens keer in Christus. Hoe gaat dat te werk? Hoe groeien wij in Christus? Graag nodig u ook weer uit voor de volgende presentatie. En ik mag u ook vanaf deze kant Gods onmisbare zegen toewensen. En graag tot ziens.